10 studenten van het MEAO hebben de gelegenheid gekregen om kosteloos een voedselverwerkingscursus te volgen. Nu zijn ze zelf in staat eindproducten op de markt te brengen. Projectuitvoerder Jacinta Asinga zegt dat de cursus een succes is geworden. De nieuwsdienst sprak haar zaterdag in de keuken van de Stichting Buurtorganisaties Latour, waar het traject is afgewerkt. Vandaag zijn er verschillende studenten van de MEO-school bezig om een voedselverwerkingstraining die ze hebben gevolgd in de afgelopen periode, om het te praktiseren. En in het bijzonder alleen, dus niet met de trainer, de organisatie die de training hier verzorgt aan ze, de voedselverwerkingstraining. De cursus vloeit voort uit een project van de Suriname America Alumni Association. De organisatie werkt onder de vleugels van de Amerikaanse ambassade. Zaterdag hebben de studenten geleerd om ketchup te maken. De groep heeft uit tomaten een normale en een pittige versie tot eindproduct verwerkt. Het eindproduct is geproefd en beoordeeld door de projectleider. Ik maak deel uit van de organisatie sinds kort, een paar maanden geleden. En binnen deze organisatie had zich de opportunity aangeboden om een project te schrijven tot het maximaal bedrag van $1000. Dat heb ik een paar maanden geleden gedaan. En mijn project, together met anderen, die is toen geselecteerd. En daarom zijn we hier uiteindelijk vandaag. Asinga zegt dat het project 7 weken heeft geduurd. De training is verzorgd door Jackson Environmental and Chemical Consultancy. Het praktisch gedeelte is gedurende 5 weken verzorgd en de laatste 2 weken is het theoretisch gedeelte afgewerkt. Eerder hebben de studenten sham en stroop verwerkt uit fruitsoorten. Ook hebben de cursisten geleerd om producten te vervaardigen uit zoete cassave. Asinga stelt dat er is gekozen voor MEAO-studenten, omdat deze opleiding mensen op een praktische wijze klaarstoomt voor de directe arbeidsmarkt.